Er gaat weer iets van met auto's. Holy fuck! Oh nee! Oh shit, die scooter! Wat is dat? Ja! Yo, dames en heren, welkom bij deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games for Humans. En vandaag gaan we iets superleuks doen natuurlijk. Jullie kennen allemaal natuurlijk wel die filmpjes dat je gewoon lekker aan het kijken bent en dat er iets bijna fout gaat. We denken van, oh shit! En je bent blij dat jij dat niet was. Die video's gaan we dus nu lekker bekijken. Jongens, dit wordt waarschijnlijk super spannend en we gaan waarschijnlijk echt doodschrikken de hele tijd dat we hier naar kijken. Dus hopelijk hebben jullie zin in, jongens. Vergeet zeker een blauw duimpje omhoog te gooien. Het zou super dope zijn. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van mijn dagelijkse video's, jongens. Het zou super dope zijn. Om 6:30 s'avonds altijd natuurlijk een gloednieuwe video. En heb je dat gedaan, zou ook super ziek zijn als jullie even een kijk nemen natuurlijk op mijn Instagram, GamesRealIKRT. Het zal ook wel even in beeld zijn. En ik heb natuurlijk ook TikTok, GamesRealLaagstreepje. Dus dat hebben we gezegd. Laat maar gewoon gelijk in de video duiken. Ik ben super benieuwd. Ik zie hier al iemand die gaat skiën. Dus waarschijnlijk gaat dit al helemaal fout gewoon. Dus we gaan het gewoon zien. We gaan gewoon kijken. Let's go. Laten we op play klikken. Ik ben benieuwd, man. Oké, hij is gewoon lekker aan het skiën, man. En opeens zie ik hier zo'n gekke afdaling of zo. Wacht, oké. Oké, dit is trouwens wel echt ziek gevuld. Oké, even serieus. Waarschijnlijk was dat echt, ik weet niet hoeveel meter hoog. Maar dat kan echt best wel, I don't know, 15 meter minimaal zijn of zo. Dat was echht vet hoog. Wat is dat dan? Een soort hert of zo? Oh nee, die gaat ervoor springen. Nee. Wow! Oh shit! Oh, wat? Oh, wacht even nog een keer. Ik wil het nog een keer zien. Yo, echt zo dat hert. La. En echt zo van, jeet! Huh? Oh shit. Prachtige sprong. Ja, het wordt dus natuurlijk heel vaak ook in Nederland zo dat de herten of andere dieren die oversteken van wegen natuurlijk aangereden worden. Dus gelukkig dat deze, volgens mij was het een hert of zoiets. Gelukkig wel nog gewoon leeft. Super dope. Dat is wel, dat is altijd kut als dieren aangereden worden. Dat is echt helemaal niks aan. Een leeuw, nu mijn lievelingsdier. Ik denk voor heel veel van jullie ook. Een leeuw is echt ziek. Wat zit hij te eten trouwens? Wow! Die kerel blijft ook best wel dicht bij dat hek. Ik zat echt te sprinten, sowieso. Echt 20 meter verderop. En dan ga ik pas omdraaien. What the fuck is dit dan? Een koe met gouden hoorns? Oh, hij gaat los. Holy shit. Oh, wacht eens even. Wow. Ik weet niet of jullie dat ook goed zagen. Wacht, kan ik een pauze zetten op tijd? Oké, wacht. Let op, hè. Oké, wacht. Nee, hier kan je nog niet goed zien. Kijk. Die vrouw... Oh, shit. Die vrouw had een kindje vast. Besef, als die koe... Oh my god. Oké, dat was wel echt... Dat ging echt net goed. Oh, nee. Van die stroomkabels. Holy shit. Wow. Oké, die stroomkabels zagen er niet mega high class uit. Maar in Nederland zouden ze echt ook veel stroom zitten. Sowieso. Bro, daar loop je toch niet naartoe? Wat gaat er in deze vrouw, man? Ik weet het niet. Ik kan niet goed zien om. Even serieus. Wow, joh. Ik zou hier met echt serieus nooit boven gaan staan. Je weet... Kijk die brug. Oké, sorry dat ik het zeg, maar dit is gewoon dom. Dit is gewoon letterlijk dom. Dan kan je wel met je parapluutje staan, maar als je er eenmaal inflikkert, blijf je niet droog. Dat zeg ik je eerlijk. Holy fuck. Die brug, hoe de fuck kan die dat houden nog? What the fuck, ouwe? Ik snap niet waarom die mensen op die brug gingen staan. Oké. Ik zie een auto, best wel een dikke BMW trouwens. Dikke BMW. Oké, er gebeurt niks. Gaat die BMW uitglijden? Oh ja, oké, shit. Oh mijn god, gaat het goed? Holy shit, zo'n stukje bij de vangrail. Oh, hij heeft het wel geklust zo. Ja, het ziet er ook een beetje glad uit. Nee, niet alle wegen. Kijk, in Nederland wordt er bijvoorbeeld best wel veel gestrooid natuurlijk. Als het koud wordt of glad wordt. Dus, oh my god, what the fuck? Oh, die mini. Holy shit. Wow, die hele auto wordt meege... Wow, besef. Oh, hij springt eruit. Die vrouw gaat even... Wat is dit trouwens, een toren? Yo, al die toeters, maar die vrachtwagenchauffeur heeft niks door. Besef, één keer, ik wil nog één keer laten zien. Kijk, besef hè. Je zit lekker in de auto met je familie natuurlijk. En je zit er ook gewoon, de bestuurder heb je natuurlijk. Iemand die ernaast zit en achterin. De mensen die eventueel rechts in die auto zitten. Ik weet niet hoor, maar dit stuk. Die buis zit zo diep in die auto dat dat gewoon 100% iets van beschadiging aan een persoon of wat dan ook moet. Ik weet niet of er iemand in zit. Ik heb geen idee. Is die één guy uitstappen of die deur gaat open? Bro, dit is toch... Dit is echt levensgevaarlijk als je zo'n buis opeens in je auto ziet schieten. Oh, een mini... Oké, ik denk... Ik zie twee personen of één persoon? Twee personen. Ik zie twee personen uitgestapt zijn. Oh my god, maar dit is... Oké, dat was heel apart. Wow. Oh my god. Oh my god, inderdaad. Oh my god. Besef, één keer een vogel. Het is niet een... Ik weet niet wat voor vogel het was. Het was volgens mij redelijk wel een zwaan, volgens mij. Maar holy shit, kijk dat raam. Dat was helemaal kapot.
Nou, schrik je echt dood. Dieren en auto-ongelukken, ik vind dat helemaal niks, man. Dieren, ik weet niet, ik kan daar echt niet tegen dat dieren iets overkomen of zo. Ik weet niet, ik ben echt een dierenmens, zou ik maar zeggen. Er gaat weer iets fout met auto's. Holy fuck! Oh nee, oh shit, die scooter, wat is dat? Ja! Oh my god, oh sorry hoor, die moet ik even nog een keer zien. Gast, wanneer Dylan nog even snel naar de winkel moet om iets te halen. Jeet! Oh, sick, ouwe. Maar die scooter. Oh, dat kan eigenlijk echt niet. Ik lach hier maar om, maar oh my god, die jeep. Die pick-up, sorry, jeep. Die pick-up klapte langs je. Oké, shit. Het zag er wel vet uit, maar het is echt levensgevaarlijk wat die guy deed daar, man. Wow, joh. Hij is ook gewoon doorgereden, volgens mij. What the fuck? Ja, maar hey, het staat op film, dus waarschijnlijk als ze slim zijn... kan die kenteken gewoon nagetrokken worden en dan is die auto gewoon, is die gewoon de lul. Maar die klapt er langs. Je ziet ook die hele auto zo driftend die vluchtstrook omgaan. What the fuck? Trouwens, ja, ik weet niet wat voor land het is, maar dat er een brommer of wat dan... Volgens mij is het een brommer. Op een vluchtstrook rijdt. Ja, ik weet niet of dat normaal is daar of zo. Oh, dit is zo'n... Oh! Wow, die duik heeft dat niet door, of wel? Dat is zo'n zwaardvis of zo, volgens mij. Die is zo'n scherpe staart, of punt, staart, lol. Wow, man, what the fuck, Oké, ik vind het nog best wel erg dat die duiker zo, rustig blijft. Prikt hij even die bootlek. Dat zou wat zijn. Wat, kijk, dat beest drijft ook zo vet ziek op dat water, man. What the fuck? Ik zou echt doodschrikken. Oh, is het een fucking guppy of zo? Nou, guppy is wel heel klein. Maar gewoon zo'n vis die bij me zwemt, zou ik wel helemaal para worden, man. Ik zeg je eerlijk. Doodeng. En dan heb je zo'n vis met ook zo'n scherpe punt op zijn neus. Nou, what the fuck? Oké, een spoor. Oh, nee. Ja, de typische auto die daar vast blijft zitten. Oh, wat kut. Ik weet niet wat voor auto het is, maar het lijkt een soort van hok, een kooi achterop te hebben. Ik weet niet of daar... Ik hoop niet dat er een dier iets of wat dan ook in zit. Maar die auto zit goed vast. Oh my god. Oh my god. Ik weet echt niet of er iets van het dier in zit, man. Want besef, als er nu een trein volle vaart tegen die auto klapt... Als er iets in zit nog in die auto, dat gaat helemaal fout. Dat gaat helemaal fout. Ik vind het ook wel raar dat niemand echt soort van helpt of zo. Die scooter kijkt vier keer om, maar doet geen zak, zeg maar. Een bus? Was dat? Oh, dat is een vrachtwagen. Kijk, die vrachtwagen dan. Die kan hem eruit trekken, toch? Wow, dat is wel echt een... Gekke vrachtwagen. Een soort... Wat is het? Een strooi? Nee, het is ook iets van een slachtvrachtwagen of zo. Niemand gunt. Niemand helpt. Wat de heck is hier gaande, man? Hij staat er ook zo bij van... Ja. Oké, hij heeft een vrachtwagen. Gaat die vrachtwagen stoppen? Er moet toch wel iemand gaan stoppen. Als ik een auto had, een redelijk grote auto die auto er gewoon uit kan trekken... had ik sowieso gestopt, man. Hier, een hele fietsgang. Duw die auto eruit met z'n allen, boys. Wat is dit voor gejank? Niemand helpt. Niemand stopt gewoon. Wat de... Oké, wacht. Oké, die fietsers denken wel van... Ai, letterlijk, als hun met z'n allen achter die fucking auto gaan staan... Hij geeft een beetje gas. Kan die auto gewoon makkelijk wegkomen, hoor. Of ben ik nou helemaal raar aan het doen? Is ze stoppen wel, maar... Degene wat er gebeurt. Ja, als er een trein aan fucking komt nu, is het wel echt een lul. Kijk, ik spoel heel even iets door, hoor. Oké, ze zijn dus nu die auto los aan het duwen met z'n allen. Maar je ziet het. De spoorbomen gaan fucking aan. Die lampjes Oh mijn god. Oh, dit is spannend, gast, dat ze nog blijven zitten. Ik weet niet hoeveel... Hier, kijk, dit is typisch de mens, man. Dit is typisch wat er bijna altijd gaan is. Al is het, zeg maar, bijna te laat of te laat, schieten mensen te hulp. Terwijl, letterlijk, als iedereen gewoon wat eerder stopte, was er geen zak gebeurd. Maar ja, ik was er niet bij. Oh mijn god. Oké, die spoorbomen gaan aan en shit. Maar ik weet niet of er een trein... Oké, ik zie ook mensen een soort van waarschuwen of zo van, yo... Er staat een auto op de ding. Maar een trein kan nooit op tijd remmen als hij daar al aan komt rijden. Ik weet niet hoe hard trouwens. Hebben ze dat ding nou los? Hij blijft erin zitten. Ik zag nog steeds die deur dichtgaan. Die auto zit nog steeds vast. Oh mijn god, dit gaat echt helemaal fout. Dit gaat echt helemaal fout. Lekker blijven filmen. Holy shit. Dat bedoel ik. Een fucking trein die eraan komt kletteren, jongen. Holy shit, bro. Ja, kijk hier, die auto is helemaal weg. Die auto is gewoon 5 meter minimaal echt een stuk verder opgeschoven. Holy fucking shit, bro. Ha, what the fuck. Nou jongens, zo zie je maar weer. Je moet gewoon elkaar gewoon helpen. En sowieso natuurlijk op tijd. Al ligt er iemand op de grond, weet je wel. Ga niet langs fietsen. Ga gewoon op. Stap even van je fiets af. Help diegene gewoon. Want elke vorm van hulp wordt natuurlijk altijd gewaardeerd. En kan echt iemand helpen. Holy shit, dit was wel echt een... Ik kreeg die auto helaas er niet af. Dat was wel jammer. En ik dacht zelfs dat die man...
waarvan die auto was, nog in die auto stapte. Maar ik zag die deur nog dicht gaan of zo. Maar I don't know, ik weet niet wat er gebeurd is. Die auto is in ieder geval goed weg. Dus dat ging helaas best wel fout. Maar jongens, hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als jullie deze video leuk vonden, vergeet niet zeker natuurlijk met een duimpje omhoog te belonen. Dat zou super dood zijn. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ook super ziek zijn. Want hey, ik upload elke fucking dag om 6:30 in de avond. Dus hey, bedankt voor het kijken. En ik zeg tot morgen om 6:30 bij een gloednieuwe video. Later mensen.